Zondag 20 juli. De afsluiting van de 94 Kaagweek in de Kaagsociëteit in Teylingen. We hebben vandaag vanochtend niet kunnen zeilen om drie redenen. Alle weersverwachtingen waren dat de wind naar het noordwesten zou gaan en we hadden steeds zuid-zuidwestenwind. Dat is één reden. We zaten dus te wachten op de noordwestenwind die niet gekomen is. Bij Muiden zijn alle boten van het water gehaald vanwege een grote onweersbui met bliksem en windstoten. Dat is de tweede reden waarom we huiverig waren om te gaan varen. En de derde reden is dat we een tijdslimiet in het programma hebben. We moeten voor 12 uur gestart zijn, voor 1 uur gestart zijn, anders kunnen we helemaal niet meer varen. Want de deelnemers moeten ook naar huis, er moet een prijsuitreiking. Nou, als je die drie dingen bij elkaar optelt, was er voldoende reden om om 11:30 te zeggen, we gaan het niet halen, we lassen alles af. De Holland-Friesland zeilwedstrijden. Bij ons staan Harry Amsterdam van Team Friesland en Hans Sluiter, Frans Sluiters van Holland. Met welke soort boten varen jullie? Wij varen in regenbogen. Regenboog is een heel traditioneel ontwerp. De regenboog is al bijna 100 jaar oud. In 1917 is hij ontworpen door de Frieslands. En een hele mooie traditionele boot, een driemans kielboot. En we varen met drie man. En een prachtig mooi schip om in te varen. De weersomstandigheden deze kaartweek die zijn nog niet helemaal optimaal. Als we de eerste dag gaan kijken dat er nauwelijks wind was en dat er in de loop van de middag windkracht 3 op staat. Welke windkracht hebben jullie het liefste? Nou, voor teamzeilen moet je niet te weinig hebben, maar ook niet te veel. En ik denk dat we toch een paar hele mooie teamwedstrijden hebben kunnen varen en ook de open wedstrijden. Dat er voldoende wind stond. Gistermiddag, gisteravond met de laatste teamwedstrijd, toen zakte de wind echt weg. En toen was er helemaal niks meer. En dan kun je ook eigenlijk niet meer teamvaren. Want teamvaren is elkaar wegbrengen, elkaar afdekken enzovoorts. En als het heel licht weer is, ja, dan is het vlaagje zoeken. En dan wordt een klein vlaagje krijgen wordt veel belangrijker dan elkaar proberen te pesten. Met hoeveel regenboogboten varen jullie eigenlijk zo'n wedstrijd? De teamwedstrijden is 5-5, dus in totaal 10 regenbogen. En in de gewone wedstrijden die we overdag varen, zijn we met een boot of 36 of 38. Op de zondag, terwijl de titel op de achtergrond misschien wel het fijn heeft dat er toch gevaar gaat worden. Op de zondag zijn er twee wedstrijden. En dan zou de kans kunnen bestaan dat de stand gelijk wordt, dat het 3-3 wordt. Ja, en dan wordt er nog een extra wedstrijd gevaren. He, dus als het gelijk zou komen, wordt er nog een extra zevende wedstrijd gevaren om uiteindelijk de winnaar te bepalen. Meneer Amsterdam van Friesland, waar hoopt u op? Nou, ik hoop helemaal nergens meer op, want ik zie net een paar vlaggen daar omhoog gaan op het stadsclub. Maar volgens mij is het afgeschoten. En kan ik Frans Sluiters feliciteren met zijn overwinning 3-1 van het Hollandse team. Ja, dat is een bijzonder moment. En gaan we, op Sneek gaan we gewoon weer heel hard er tegenaan. En gaan we het Hollandse team weer heel moeilijk maken. Zoals u kunt zien is op de wal en in het water voldoende te doen voor de jeugd. Hoe zijn de wedstrijden tot nu toe verlopen? Jullie hebben een eerste plaats gehad. Waardoor is dat gekomen? Nou, ik denk dat het komt omdat we iets meer ervaring hebben gehad dan de andere teams. Maar we zijn net weer begonnen om de klasse hier een beetje in het westen op te bouwen. Dus dan redelijke float stars in Lozet varen wel 20 boten. Maar hier is het allemaal nog niet heel erg groot. En wij hebben iets meer ervaring uit het verleden. En die jongens die zijn eigenlijk nog niet zo lang geleden begonnen. Maar die pakken het snel op en we hebben veel tegenstand gehad. Dus het zal niet lang meer duren voordat wij gewoon veel tegenstand krijgen uit de andere hoek. De Olympische Spelen zijn in Brazilië. En Brazilië heeft de afgelopen Olympische Spelen, de afgelopen 5 Olympische Spelen, altijd medailles gescoord in de starklasse. Dus het is de Braziliaanse overheid er wel zeer aan gelegen dat de starklasse alsnog wordt
opgenomen in het programma voor de Olympiade. Het zal niet heel, heel makkelijk zijn, maar ik heb begrepen dat er nog steeds een grote lobby is van, uit de achterban om Brazilië daar naar een bijna zekere medaille te loodsen. In hoeverre is de wereldwijde concurrentie dan groot? In ieder land van de wereld zijn er gewoon, de startklasse is zeer competitief. Dus echte teams komen van overal ter wereld en ze zijn allemaal even goed en ze kunnen allemaal daar ook gewoon goud winnen. Zondagmiddag, geen wind, dus er worden geen wedstrijden meer gevaren. Nee, dus we zijn aan het opruimen. We gaan naar huis. Aan het eind van de prijsuitreiking werden de winnaars nog eenmaal op het podium geroepen voor de groepsfoto. Het werd stilaan rustiger op de Kaagsociëteit. De zeilboten gingen huiswaarts. En wij ook.